In september is niet alleen de R in de maand, maar er landt ook de fiets. Op 3 verschillende zondagen werd er vanuit Reek, Zeeland en Schaik fietstochten georganiseerd door de omgeving. De opbrengsten van de tochten gaan naar doelen die uitgekozen zijn door de 3 MOV's uit Landert. En MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. U ziet nu achtereenvolgens vanuit elk dorp een impressie. Al die mensen die kijken, heel veel groeten van al die fietsers hier. En ook in het bijzonder van mij natuurlijk, hè? Want ja, dat kan ook niet anders. Maak het nog gezellig, Peter. Kijk, nog gezellig hier. Allemaal Schoikse mensen, allemaal landeringen, of noem je dat ook wel? Landertse, landeraren. Beste kijkers van Lander TV, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag in Schaik op het plein voor de Phoenix. En zoals u wellicht op de achtergrond kunt zien, het zit hier heerlijk, fantastisch vol. Waarom zit het vol? We zijn hier vandaag vanwege de Fiets Mee MOV Schaik 2017. MOV Schaik viert dit jaar haar 50-jarige bestaan. Dat hebben we in het vorig jaar op bescheiden wijze gevierd. Maar u ziet, vandaag met de fietstocht voor het goede doel krijgen we helemaal wat we verdienen. We hebben prachtig, prachtig weer. Wat hebben we vandaag gedaan? We hebben een prachtige fietstocht gehad door de Maashorst. We hebben een pauzeplaats gehad bij de Vlashoeven in Zeeland. Daarna met een boog weer terug naar Schaik. En hebben we gepauzeerd bij het Moesjakamp. En vervolgens konden de 25 kilometers die konden redelijk recht toe recht aan naar de Phoenix fietsen. En de mensen van de 40 kilometer die hebben nog een hele mooie omweg door Herpenduin gemaakt. Via Koolwijk en via Herpen zijn ze weer in Schaik terechtgekomen. Mensen waren heel erg tevreden, zijn heel erg tevreden over de mooie tocht, vinden ze, die ze gehad hebben. Maar ik zeg er ook bij, het weer was meer dan fantastisch vandaag. MOV, Missie, Ontwikkeling en de Vredesvraagstukken. De 3 MOV's van Landert, een van de weinige MOV's die in de hele grote regio nog bestaan, organiseren in gezamenlijk overleg, in goed overleg, structureel overleg. Organiseren die samen de fiets mee. En 3 zondagen in september wordt er dan gefietst voor het goede doel. Ieder dorp heeft zijn eigen goede doelen, zijn eigen projecten. In Schaik gaat de opbrengst altijd naar de 4 stichtingen voor het goede doel die we hebben. Dat is de stichting EOF Ghana. Dat is Sticaro, Stichting Kansarme Roemenië, de stichting van Wim Jielissen, zullen we maar zeggen. De Stichting Hulp aan Oost-Europa, Peter van der Meer. En de Stichting Pater Vos India. Daar gaat de opbrengst naartoe. Vandaag een fantastisch aantal deelnemers van 335. Ik kijk doelloos naar de hand. Wacht. Je voet stap in de gang.
met geluid en stilte niet. Want het voelt het lijkt niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Een lengwijze verder gaan. Is net alsof je me iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Thank you.
Het zadel voelt wat smal nu en de racebroek zit te krap. Mijn behaarde bleke benen zijn heel gevuld met pap. Maar wanneer ik even doordring, zal het sneller beter gaan. Je weet, blind optimisme is de grond van ons bestaan. Op de fiets, op de fiets, onderweg van iets naar iets. En ik rij mijn eigen koers, ja wees op mij nou maar jaloers. Want ik fiets, ja ik fiets, en verder hoef ik niet. Ik trap en zoeg en puf, en vries en zweet. En wanneer ik wil, kies ik mijn eigen mee. Begin met windje tegen, want dan raak je opgewarmd. En ik kies de stille wegen, die door struiken zijn omarmd. Kom ik straks bij Hoek van Holland, draai ik om terug langs de zee. Ben ik net een echte renner, 30 plus met windje mee. Op de fiets, onderweg van iets naar iets. En ik rij mijn eigen koers, ja wees. En tussentijd draai ik nog een muziekje, eentje van de Black Devils, Eighteen Yellow Roses. Dankjewel, dankjewel.